Het is niet zo goed, dit. Ah joh, jongens. Godverdomme. Kijk nou. Ja, daar gaan. Bosselaar TV. Vrijdagavond. Voetbal. Een oude en vertrouwde vrijdagavond. Ja. Sparta Rotterdam tegen AZ 67, wou ik bijna zeggen. Ja. Net zo oud als ik. Opstelling. Jij weet hem. Hetzelfde als vorige week, zou ik hem helemaal vertellen. Alleen we beginnen nu ook met Chabot, want Breuer is geblesseerd natuurlijk. Ja. Oh. Ja? We hebben eerst nog een kijkersvraag. Ja, wat is de kijkersvraag? Kijkersvraag. Ja. We krijgen gelijk applaus voor de kijkersvraag. Hey! Allemaal. Damien van Toer heeft gevraagd, wie willen jullie erin? Doual of Sanusi? Want Sanusi is natuurlijk in één keer zijn plekje kwijt. Maar niet in één keer, die speelde een paar keer zwak. Ja, nou ja. Ja, dan heb ik liever Doual. Ja? Ja, en hij deed het goed, Doual. Hij deed het zeker goed, ja. Dus dan moet je hem er niet uithalen. Nee. Helder. Ja, jammer. Oké, Damien. Ja. Doual. Wat vind ik, hè? Jij niet? Ja, zeker wel. Ja, absoluut, ja. Dan hadden we Twitterpoll. Centraal achterin, hè? Want we wisten natuurlijk al dat Breuer voor een week of wat eruit viel. Aan welk duo geef je dan de voorkeur? Is dat Vriends Chabot, Vriends Fischer of Fischer Chabot? We hebben twee mensen gekozen voor Fischer Chabot. Ja, dat dacht ik wel. En één daarvan is Frank de Jong. Ja? Ja. Maar dat gaan we vragen later. Nou ja, hij biechtte het net op. Hij zei ik had nog niet genoeg drank op die dag. Dus ik trilde en ik klikte verkeerd. Ja, ja. Jammer, Frank. Dagje ouder, Frank. Je stem telt toch even zwaar mee als die andere. Maar goed, Vriends Fischer is met 53% de voorkeur van de supporters. Ja. Maar ik denk niet snel genoeg. Dus Chabot die laten we steeds tegen Weghorst aanlopen. Ja. En dan als hij de bal heeft, gaan we inleveren. Ja. Dan komt alles goed. Ah ja, ja. Kijk, zij hebben wel en Seuntjes en Jahan Baks. Oh ja, oh ja. Dat zijn voetballers die... als ze het op hun heupen hebben, heb je een vervelende dag, hoor. Ken van Leeuwen is er ook weer bij vanavond. Die kiest ook voor Chabot. Ja. Omdat hij dan een linksboot in het centrum heeft ook. Ook goed idee, ja. Daar is hij natuurlijk voor gehaald. En dan, ja, ook logisch. Ja. Thijs Verwoerd heeft ook gereageerd. Dat heeft hij gezegd, Thijs. Ook Vriend Chabot. Vriend is sowieso de beste. Ja. Klopt, Thijs. Van de drie. En Chabot is denk ik beter dan Fischer. En staat om Weghorst af te stoppen. Ja, Thijs, ja, dat denken wij, denk ik ook. Ja. Oké, gaan we naar de volgende. Oh, weer een Twitterpoll. Nog een poll, man. Twitterpoll. Hey. Breuer komt op een gegeven moment weer terug natuurlijk. Hè? Die is op een gegeven moment weer fit. Ja. Wat doen we er dan mee? Wat vind jij? Gelijk in de basis? Of, Nee, maar dat moet je maar zien. Als hij over 3-4 wedstrijden terugkomt en het draait goed, dan komt hij er niet in. Nee. Je moet niet wisselen om wisselen. Als het nu, stel dat dit duo waanzinnig goed ingespeeld raakt. Laat ik geen voorspellingen doen, maar dan Breuer hoeft het toch niet per se in. Onze kijkers hebben dat met twee keer 39% ook gezegd. Althans, 39% vindt gelijk terug in de basis. En 39% vindt, laat hem zich maar terugknokken. Ja. En de rest zegt, nou, hooguit de stand-in of einde carrière. Ja. Nou, dat laatste is wel heel brusk, vind je? Nee, we gaan hem nog wel minuutjes geven. Hè? Ja, toch. Hey, er heeft Steve Reed op gereageerd. Ja. Goeie naam, hè? Steve, man. Steve Reed. Ja, ja. Terugknokken natuurlijk, maar met een jong en onervaren elftal is zijn ervaring heel belangrijk. Dat is wel waar. Ja. Dat is wel waar. En Vriends is coachend niet zo actief als Breuer. Dan kan Breuer naar de Spangenaren. Ook. Het is niet zo goed, dit. Ah joh, jongens. Godverdomme. Kijk nou. Ja, daar ga ik. Waar kunnen we staan? Hier. Ja, hier kan ook staan. Er is niet zo heel veel meer, toch? Nou, kijk, er staat wel een laagje water in mijn schermpje. Ja. Waar ben je mee bezig, Hans? Zo, het is weer droog. Ah, lekker. We hebben nog ook op Breuer een reactie van Jay-Z. Hij heeft zoveel verdiensten voor de club gehad tot dusver. Ja. Hij mag zijn carrière gewoon niet anders beëindigen dan als vast lid van het team. Dat vind ik geen... Dat vind ik ook niet, maar Jay-Z heeft natuurlijk wel gelijk met de waarde die hij heeft gehad voor... voor Sparta. Maar ja, Jay-Z de beste speelt natuurlijk. Nee, ik wou het zeggen, we zijn met profvoetbal bezig. En jongen, die krijgt zijn momentje wel, Breuer.
Weet je wat ik altijd vergeet te zeggen? Nou. Dat mensen zich ook kunnen abonneren op het YouTube-kanaal. Dat moet je doen, man. Snel. Ja, toch? Ja, ik kijk altijd. Krijg je gelijk die filmpjes binnen. Ja, ja, ja. Het is wel meestal s'nachts. Ik kijk ook. Dat ja. wel. Ja. En je kan ook de Facebookpagina liken. Krijg je ook de filmpjes binnen. Ja, ja. En je kan ook, want daar gebeurt het echt, jongens, op Twitter. Follow Twitter. Ja. En dan kun je meedoen aan de polls en reageren. Ja. De mobiele bierbestellers beginnen ja, te lopen. Ja, dat gaan we ook doen, ja. Ik weet niet. Ik ga denk zo meteen op Facebook even zeggen, mijn stoelnummer. Ja? En die link erbij. En dan kunnen de mensen thuis mij een rondje geven. Dat is wel aardig. Ja, toch? Oké. Okay. Hoeveel ging het worden? Ik denk, af, ik denk een eenvoudige overwinning, 3-0. Ja, oké. Ga je me uitlachen? Ja, nee, uitlachen niet. Ik gun het ons. Maar dan zeg ik gewoon heel safe. 4-2 wordt het. Voor ons? Ja, 4-2. Ik ga voor spektakel. Ik ga even checken wat de poll heeft gedaan. De kijkers thuis. Die hebben gezegd 44% Sparta wint. Mooi. En 39% gelijkspel. Dus slechts 70% rekent op de winst van AZ. Nou, mooi. Veel vertrouwen. 83% van de mensen denkt dat we sowieso een punt halen. Nou, puntjes ook goed. Ja. Nou, ik doe mijn administratie weg. Dan haalt Sparta de punten. En wij, wij gaan een biertje halen. Ja. Veel plezier. Ja. Ja. Nee, 2 had ik gelijk. Ja, ik ook. Ik zei 2-3-0. Nee, ik zei 4-2. Ja. Als we nu naar de arbitrage gaan kijken, dan denk ik dat we gaan zien dat hij onterecht een penalty geeft. Die hij over moet laten nemen. Dat hij er 2 bij ons mist. Die goal die afgekeurd wordt, moet ik nog zien. Ja, waarom die afgekeurd wordt. Ja. Dus het had een hele onterechte overwinning. Nou, dat zeg ik niet, maar... AZ kan dan beter zijn geweest, maar ik denk wel dat de scheidsrechter een grote rol had in deze wedstrijd. En ja. Sowieso bij alle twijfelgevallen kreeg hem tegen. Het is verschrikkelijk. Hij was slecht. Ja. Hij was slecht en nou ja, goed, daar mag Pastoor niks over zeggen. En dan krijgt hij KNVB-problemen. Ja, maar wij wel. Kunnen wel zeggen dat het oh, een Eikel, die scheids. Diep triest niveau. Mazzel, Nico. Hoi Nico. Die scheids is gewoon een lul. Jawel. Maar ik wil ook even wat zeggen over die Eikels daar, onze zogenaamde ja, supporters. Weet je wel, ik heb muntjes zien gooien, die hadden gewoon in de collectebussen gemoeten voor Sint Maarten. Ja. Ja, maar vind ik sowieso ook, als je corners neemt daar bij die gracht, van mij mag je best wel eens wat roepen, maar je gooit niks. Van die gefrustreerde types, die kunnen vast wel een andere club uitzoeken. Ja, ik weet er wel eentje. Daar kunnen we wel een paar gezellen ja. uitzoeken. Ja, ja. Oké, okay, over het voetballen. AZ was toch wel een maatje te groot, hè? Ja, ze waren wel beter, maar ik denk ook wel dat we te voorzichtig zijn geweest. Want als je toen het echt moest en we iets aanvallende wisselden, hè, dus een verdediger voor een middenvelder. Ik vond wel dat er heel veel meer gevaar in de slotfase zat. Natuurlijk, hè, je speelt Fabank, dat is allemaal wel waar. Ja. Maar ik denk dat we iets te voorzichtig waren. Positief was juist dat ik Chabot weer veel beter ja. vond. Ja. Marveld viel erg tegen. Ja, aan de bal was hij zwak. Ja, ja, aan de bal. Ja. Verdedigend ook. Ja, ja, nou. Heb je in het begin de Jaanbaks hier gezien, de eerste helft? Die, had, die liep in de speeltuin. Ja, klopt. Alleen die schiet 100 keer op goal en er gebeurt niks. Nee, nee, er kwam dus geen dus gevaar. In die zin vond ik maar die had dan ruimte, jongen. En, nee, en die Marveld elke keer aan de verkeerde kant, man. Ja, nee, het was niet heel goed. Maar ik nee. vond... nou, nee. Weet je wie ik wel goed vond? Nou. Dougal. Dougal, die is weer goed. Man, man, man. Excellent gewoon. Jawel, maar die zie je nu groeien. En zeker zo dat hij Sanusi op de bank houdt als hij zo speelt. Hè. Dus. Ja, dus. Kortsmit, helder rond natuurlijk bij de penalties. Ja. Jammer dat het geen punt op heeft geleverd. Die tweede call zag er weer zwak uit van Kortsmit trouwens. Ja, dat was van dichtbij. Ja, maar volgens mij ging het recht op hem af, die bal. Oh. Maar goed, dat, ook dat moet ik thuis nemen. Maar ik had het idee dat hij recht op hem af kwam. Maar kunnen eigenlijk beter die uitzending de volgende dag maken, hè? Ja, jij moet gezien, alles thuis maken. Ik doe de voorspellingen voor na de wedstrijd. Dat is misschien beter, ja. Wou je nog iets kwijt? Nee. Nee? Nee, ben ik klaar mee. Ik ook. Bier gaan drinken. In de Bosselaar. In de Bosselaar. Yes. Bosselaar. Hoi. Opkoping. Helm. Arbitrage. Helm.
Hans. Hij wilde overdreven. Veel fans. De spanning stijgt. Maat. Het is een hele simpele. Ik hou een positief penalty killer. Dat is een keeper die goed penalties kan houden. Zo simpel is het. Het is net één woord, Kees, en bemoei je er nou eens niet mee. Penalty killer. Het woord van de dag is penalty killer. Ja, vind ik wel. Ik heb nu wel. Is dat een Nederlands woord? Die scheidsrechter die liet hem twee keer overnemen en dan twee keer eruit halen. Dat was toch wel een momentje. Dus, en ik verbeet me echt op die tribune. Ik vond het ongelooflijk. Ja, die scheidsrechter, wat een aanfluiting is dat. Hè? Mooie woordspeling. Ja, mooi hè? Toch? Frank, ja. Ja, vriend stond er toch in? Ja. En Chabot ook. En Chabot ook. Ik moet zeggen, ik vond Chabot zeker niet slecht spelen. Nee hè? Ik vond hem in de duels goed. We zijn met name op baltempo, denk ik, zijn we geklopt. Kees. Ja. Ja, ik zit een paar rijen achter jou. Ik heb gezien dat jij heel veel energie in de wedstrijd hebt gestoken. Ja, ik heb er echt wel van genoten. Vooral de arbitrage vond ik echt klasse. Ja, ja. Dat je in een heel stadion een overtreding niet ziet. En als je dat toch wel ziet, dan vind ik wel knap. Stond er maar even bij. Ik zit met die stam. Even een dubbel interview. Dit is kijk nou. Een dubbel interview. Toch nog een van troost in beeld. Carlo. Ja. Even over de arbitrage. Ja, ik vraag me af hoeveel drugs die voor tevoren heb gebruikt. Ja? Ja, hij ziet dingen die er niet zijn. Nee, maar die scheidsrechter was slecht. Ik vond dat we de eerste helft werden overlopen. Het middenveld werd echt overlopen. De tweede helft waren we iets beter, maar totaal op inzet. En dat hebben we ook lang niet gezien op Kasteel. Want op het einde zie je, en dat vond ik het mooie van deze wedstrijd, en het positief wat ik mee wil nemen, dat ze op het einde blijven knokken. En dat op het einde toch nog kansen kwamen. Dus, ik had in de rest al gezegd, misschien moet Zanussi brengen. En vanaf het moment dat Sousi gebracht werd, zat er meer voetbal in. Wie vond je de beste Spartaan? Ja, Kortsmidt dit keer echt. Ja? Ja, ik vond hem echt grandioos. Ja. Echt een topper dit keer. Dat zei je vader zondag ook. Twee keer achter elkaar een penalty eruit houden. Ja, dat zie je niet vaak gebeuren. Nee hè? Nee. Twee keer achter elkaar een penalty missen, dat is ook wel wat hè? Ja, dat is ook knap. Dat vind ik nog wel knapper. Ja. Maar als je dit vergelijkt, ik denk wel dat we verder zijn dan vorig jaar. Ja, hè? Er staat wel een team. Had je nog vragen, Hans? Beste man van het veld? Nou, ik denk toch misschien wel... Ik Friends. Okay. Ik vond dat hij uiteindelijk dat hij dat heel goed oppakte, ondanks dat ze op een bepaalde moment overlopen werden. Ja, nou, het is net al gezegd, Kortsmidt was gewoon heel goed. Ik ben wel eens kritisch op hem. Want ik denk, ja, hij moet er toch wat vaker uitkomen, denk ik, uit de goal. Maar ik vind hem echt wel goed. Niet alleen door die twee pingels, maar hij coacht het team ook. En de verdediging was best goed vandaag. Dus Agge vind ik wel goed. En zeker, je ziet hem steeds beter spelen met muren. Dus dat koppeltje, dat komt er wel. Oké, heb je nog een slotwoord aan te kijken? Volgende keer beter. Nee, gewoon op naar die bekerpartij en... gewoon de volgende ronde pakken en gewoon weer verder. En we lopen 1-1. Ja, en dan komen we ver mee. Wat moet je met die mannen, hè? Ik weet het niet. Ik weet het god, niet. God, god, god. Ik weet het god, 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 god. Ik weet het god, god, god.